4 dagen. Ja, heel enerverend, hè. We hebben van alles meegemaakt. Dag 1 zijn we als 41 gestart en 41 gefinished. Daar hadden we gewoon net zo'n hele dag niet kunnen rijden, want dat maakte niet uit. Ging eigenlijk heel erg goed. Tot op het eind zagen we Henk Tunis staan met pech en die hebben we proberen te trekken. Dat lukte niet, want hij reed tegen een rots aan, had de auto kapot. Dus toen waren we het klassement weer kwijt. Dag 2, dat was die dag met die duinen. Wij reden na 8 kilometer in de proef, ging de turbo kapot. We zijn bijna 3 uur bezig geweest met de turbo vervangen. Daarna reden we en we weten niet precies wat er mis was, maar er was nog steeds iets mis met de nieuwe turbo ook. We hebben niet harder 90 kunnen rijden op alle snelle stukken. Dus toen was het donker toen wij in de duinen kwamen, hebben we eigenlijk geprobeerd alles waypoints te halen die we konden halen. We hebben de code opgevraagd voor de organisatie, dat mag je een paar keer doen. Kost je een paar strafuren, maar dat is jammer dan. Maar 3 waypoints konden we absoluut niet bijkomen in de nacht. Dus toen hebben we zo gepland dat we weer naar huis gegaan zijn. En om 6 uur waren we hier in bivak. Als allerlaatste natuurlijk. En toen zijn we de dag erop weer weggegaan. Dat ging eigenlijk heel goed gisteren. Volgens mij zijn we zo'n beetje als laatste gestart. Wij reden denk ik op een 30e plek bij de vrachtwagens. Toen de band lek ging achter. Toen wilden wij de band erop leggen, dat ging vrij snel. Maar je wilde niet meer oppompen. Toen zijn we 1,5 uur bezig geweest om een band op te pompen. Dus toen zaten we weer achteraan en toen zagen we Pascal staan met pech. Pascal de Baar. Dus hebben we Pascal er nog weer uitgetrokken. Daar hebben we nog 3-4 uur extra over gedaan. Dus hadden we weer een slecht klassement. Zijn vanmorgen weer als laatste gestart. En vandaag, wij weten dat hele lange moeilijke dagen die zijn goed voor ons. Dus vandaag hebben we gezegd, we gaan er gewoon eens voor zitten. En we gaan de hele dag niks meemaken en een flink tempo rijden. En ik hoorde net dat we 24 geworden zijn, dus we zijn weer blij. Nou, morgen 1 dag nog voor de rustdag. Wat verwacht je van morgen? Ik denk dat het weer een lange dag wordt, dus dat is goed nieuws voor ons.